Ja, ik heb mijn laarzen maar aangetrokken, want het is koud, drassig en nat op deze 13 maart. Het is vandaag Nationale Boomfeestdag en ook in Veen, daar worden bomen geplant. Dat doen leerlingen van groep 6 van de Oranje Nassau School samen met wethouder Matthijs van Oosten van de gemeente Altena. Zullen wij de bomen maar eens gaan planten? Ja! Ja? Okay. Matthijs, dit is jouw dorp, Veen, en vandaag voor het eerst hier met kinderen van de Oranje Nassau School. Wat hebben jullie gedaan? Nou, we hebben hier 10 fruitbomen mogen planten vandaag vanwege inderdaad de Nationale Boomfeestdag. Met groep 6 leerlingen wordt dat landelijk gedaan. En dit jaar was Veen in ieder geval aan de beurt naast Werkendam en Uitwijk-Rijswijk. Die ook nog bomen krijgen. En in Werkendam was vorige week al de boom gezet. Dus het is een mooie dag. Mooi om dat te doen ook met de kinderen. Ook mooi om het belang van bomen ook weer te kunnen benadrukken. En hier hebben we de fruitbomen kunnen planten waar ze ook van het najaar gewoon het fruit uit kunnen plukken en mee naar huis kunnen nemen, lekker op kunnen eten. En hoe was het nou om dat samen met de wethouder te doen? Nou, dat was heel leuk. Ja? Ja. En nog even graven, hè? Want hij moet helemaal dicht. Ja. Heb je zelf wel eens als kind op je basisschoolperiode een boom geplant? Nee, dat is zelf op de basisschool nooit een boom geplant. Waarschijnlijk wel met mijn vader in de achtertuin bomen geplant, maar vanuit school is dat, heb ik dat nooit gedaan. En hebben jullie nou ook geleerd wat voor bomen dit zijn? Nee. Volgens mij had ik gehoord dat iets met peren en pruimen en... Peren, pruimen en appels? Volgens mij zoiets, denk ik. In de basisschoolleeftijd dan gebeuren er altijd heel veel mooie en leuke dingen. Dit is er eentje van die ze wellicht gaan onthouden in de nieuwe gemeente Altena. Ja, nou, het is een van de eerste dingen die wij ook als gemeente Altena mogen doen. En dan gelijk een leuk cadeau meegeven aan de dorpen met een boom, met een aantal bomen of een boom. Dan, dat is leuk en ik hoop dat de kinderen het inderdaad zullen gaan onthouden.